Verzaagdje. Dag veldwachter, ben jij het? Ja, je verzaagdje. Is de burgemeester binnen? Nee, die is buiten. Maar hij kan ieder ogenblik binnenkomen. Oh, juist, je verzaagdje. Nou, als u me permitteert. Nou, je zit toch al, hoor. Blijf dan maar zitten. U voelt je toch wel goed, je verzaagdje? Ik markeer niets. Oh, gelukkig. Maar ik zit een beetje overin over Zwiebertje. Over Zwiebertje? Wat is er op met Zwiebertje? De jongen zit zonder geld. Nou, je verzetje, dat zal heus niet de eerste keer wezen, hoor. Nou, dat is heel erg, hoor. Ja, moet hij maar gaan werken. Dat is het nou juist. De burgemeester heeft geen werk voor hem en ik kan nergens werk vinden. Nou, je gooit het maar in mijn pet, hoor, je verzetje. Is het niet? Ah. Doe je weer harteloos. Harteloos? Ik? Nou, je verzetje, u weet heel goed dat ik dat niet zo meen. Nou, zeg het dan ook niet. Nou, ja. Wat zeg je zonder werk? Wacht eens even. Gisteravond, in de dorpskrant. Die mevrouw Deuterhops van de Kastanjelaan, dat grote huis met de erker. Weet u wel, je verzaartje? Die vroeg een tijdelijke hulp. En ook iemand voor de tuin. Wat? Maar dat moet Zwiebertje weten. Ja, dat moet hij weten. Kan jij er niet meteen naartoe gaan, voordat die baan weg is? Ik? Helemaal naar het huisje van Zwiebertje? Daar heb ik geen tijd voor, je verzaartje. Nee, hoor. Dat... Maar weet je wat ik wel kan doen? Voordat ik nou naar het gemeentehuis ga, je verzaartje, kan ik toch even Piet van Dijk opbellen? Bel maar meteen. Nu meteen. De meester is het toch nog weg. Doe hoor, je verzaartje. Kom, doe maar voor elkaar. Ja, 355 alsjeblieft, je vrouw. Dat wacht er. Heel lachbaar, hè? Saartje. Ja, meneer. Zijn veldwachter. Ja, meneer. Ogenblikje. Ja, meneer. Alsjeblieft u. Wat heb jij daar voor ereteken aan je pet hangen, veldwachter? Ja. En... Oh, meneer, He? Zeker naast het mandje gevallen. Oh, juist, ja. En wat jammer, stond je juist zo heldhaftig, veldwachter. Nou, neem je portefeuille, dan gaan we vast naar binnen. Hè? Ja, meneer, mag de veldwachter van Dijk niet even bellen? Waarom? Misschien heeft daar Zwiebertje een baantje. Baantje? Ja. Oh, ja, goed. Nou, ik ga vast naar binnen, hoor, veldwachter, ik zie je zo. Ja, de laat maar, ik... Nou, je verzaartje, had je me deze flater nou niet kunnen besparen? Je zei, gooi het maar in mijn pet. En dat heb ik gedaan. Maar ze smoes, hoor, je verzaartje. Ga tot jij nou maar even bellen. Bellen. Nou ja. Nu kan ik toch ook niks zwijgen ook, hè? Hé, hey, en Brom heeft me met het baantje willen helpen. Ja, zeker, man. In de nood leer je beste vrienden kennen. Ik zou zeggen, schiet maar op, want anders ben je misschien te laat. En jij hebt ook geen werk voor me. Och, man, ik heb bijna niks te doen. Het is slappe tijd. Ja, ik zou zeggen, grijp dat bij de handen. Dat baantje, jongen. Ja, ik moet toch wel weten of ik nog een kans heb. Man, of ik een kans heb, of ik een kans heb. Natuurlijk heb je een kans. Vooruit, schiet op. Ja, wacht even, ik moet rustig aan doen. Ik moet me wel even voorpreparleren. Nou. Voor dit baantje. Ik moet de modder van mijn schoenen halen, mijn harken, mijn tandenpoetje. Ik moet me nog scheren, ook kan ik er ook eruit zien. Nou, je noemt toch al wat op, daar kom je helemaal niet aan toe. En dat scheren, dat moet je niet doen, dat staat deftig. Zij denk, hè? Ja, schiet alsjeblieft op. De kam ligt in de kamerbak van de wassentafel. Ja. En de schoenpoets ligt in het keukenkastje. Ja, maar ik krijg de bibberzijde van me, dat gaat zwam van jou. Ja. Ik ga dan. Ja, alsjeblieft. Jongen. Er komt helemaal niks van terecht van dat baantje. Nee, dat weet ja, zeker. Dat krijgt hij nooit als hij zo doorgaat. Oh, no.
Wat voor nieuwe? Een Hollandse nieuwe. Nou goed, ik kom van de dorpskrant. De veldwachter hing voor het raam. Nee, bedoel, die zei dat ik hier moest hangen. Nee, die zei dat ik hier moest wezen. Wat, de veldwachter? Ja, die zei dat ik hier naartoe moest om je mevrouw te spreken. Nee, binnenkomen. Nou, maar rustig even buiten wachten. Ik moet... Mevrouw, er is een kerel. Ja? Ja, en die zegt dat hij door de veldwachter gestuurd is. Wat voor een kerel, Sientje? Ja, een hele rare mevrouw. Nou, laat hem maar wachten in de gang. Ik kom zo dadelijk. Ja, mevrouw, ja, mevrouw, ja. Of je maar even binnenkomt. Ja. Hé, je voeten vegen, hè? En blijf hier maar even wachten. Ja, rustig maar. Zegt dat je in de gang kon wachten. Ja, maar ik denk, laat ik mevrouw niet vermoeien. Ik ga wel naar haar toe. Waar kom je eigenlijk voor? Voor de advernozen. De wat? De adverdingers, de veldwachter die in de dorpskrant hing. Nee, ik bedoel, de hulp in nood gevraagd. Oh. Maar wat heeft dan de veldwachter met jouw komst hier te maken? Nou, die zei, het is een typisch baantje voor jou, jij kan alles. Zo? Ja, hij zei mevrouw Deuter, of die zoekt een tijdelijke werkkracht. Ja. Ja. Maar kan jij ook... Alles kan ik, mevrouw. Noem het maar op. Alles. Wat ben je van beroep? In de tuin, timmeren, klusjes, alles maar, mevrouw. Zo. En getuigschriften? Wat zei u? Nog getuigschriften. Aanbevelingen van andere werkgevers. Zo. Aanbevelingen. Nou, zit ik vol met de beste die je me wensen kan. Ik werk namelijk regelmatig bij meneer de burgemeester. De burgemeester? Zo. Ja, neem er nog één. Jij jokt toch niet? Nou, mevrouw, we denken wel van een fatsoenlijk man als ik. Goed. De zaak is deze. Mijn keukenmeid is... Ah, maar koken kan ik ook. Koken? Nee. Ja. Daar heb ik Sintje, mijn tweede meisje, voor. Ah, juist. Maar ik heb hulp nodig voor het grove werk. Ja. Verdwijlen, ramen lappen en de tuin. Alles kan ik, mevrouw. Oh. Nou, hoe is je naam? Zwiebertje, mevrouw. Ben jij nou Zwiebertje? Ja. Oh. Ik wil eerst inlichting inwinnen. Ik zal de burgemeester eens opbellen. En als die inlichtingen goed zijn, dan kan je komen. Hm. Ja. Goed gedaan. Je adres? Bij Malle, ik bedoel Van Dijk. Oud en nieuw. Ja. Ja, dat is al geweest, oud en nieuw. Maar ik bedoel, in tweedehands kan je hem opbellen. Ik werk wel eens bij hem. Goed, ja. Als ik wat in je zie, hoor je van me. Ja, zeker mevrouw. Als je wat van me hoort, dan ziet u me wel. Ga maar. Nee hoor. Neem er nog één. Ga weg, zakenpop. Jongen, wat een mensenschuw wicht. Wat doe je, hè, Sar? Aan meneer de burgemeester vragen of hij alleen maar goede dingen van me zegt. Ho. Je kan van de burgemeester niet verwachten dat hij gaat jokken om jou een pleziertje te doen. Maar, kom nou. Niet zo aardig doen, je weet best beter. Ik ben terug, Saartje. Ja, meneer. Wil je de tafel even dekken? Zo, superbaas. Ook weer eens over de vloer? Ja, meneer. Eigenlijk om u iets te vragen, meneer. Zwiebertje heeft gesolliciteerd. Als wat, Zwieber? Als hulp in nood, meneer, bij een dure dame. Bij mevrouw Deutenhop van de Kastanjelaan. Die kent u toch wel, meneer? Nee, natuurlijk. Maar wat heb ik daarmee te maken, Saartje? Ze zou u bellen. Mij bellen? Waarvoor? Voor inlichtingen over Zwiebertje. Ja, begrijp je wel, meneer. Want als die inlichtingen goed zijn, krijg ik die baan. Ja, maar wat is dat nou eigenlijk voor een baan?
Nou, niks bijzonders. Straatje boenen, kleedjes kloppen, matjes zemen. Kan meneer dat allemaal, Saartje? Als meneer wil, wel. En ik wil, hoor, meneer. Hij moet er geld verdienen. Nou, maak je geen zorgen, hè. Ik beloof je dat ik persoonlijk bij mevrouw Deuter op zal aangaan en je waarom zal aanbevelen. Oh. Maar zorg ervoor dat je mijn vertrouwen niet beschaamt, hè. Nee, en denk erom, steek je handen uit de mouwen. Ja, meneer. Succes, kerel. Reuze bedankt, meneer. Heel dank. Nou, Zwiever, heb ik het niet gezegd? Meneer, doet het, hè? Ja. Nou, de burgemeester hoeft alleen maar de waarheid te vertellen. Burgemeesters liegen nooit. Nee. Weet je wat ik doe? Ik ga naar Piet. De dame zou me dan bellen. Wanneer moet je dan beginnen? Morgen vroeg. Nou, sterkte dan, hè? Ja. En succes. Kom je gauw opzoeken. Ja. Dag. Dag. Wat fijn. Als je nou maar geen gekke dingen gaat doen. Oh, veldwachter. Goed dat ik je zie. Ik heb een belangrijk stuk dat moet direct worden afgehandeld. Wil jij het onmiddellijk naar het gemeentehuis brengen? Tot de orders, meneer. Hé. Hey. Ik denk dat ik het toch op mijn bureau heb laten liggen, veldwachter. Ja. Nou, ik zie je straks thuis wel, hè, veldwachter. Tot je orders. Ja, meneer. Is mevrouw thuis? Jazeker, mevrouw. Ik wil mevrouw graag even spreken. Kan dat? Komt u even binnen. Nee, graag. Jongen, jongen, ik schrik me een ongeluk. Het was een wekkert. Het is overal nog hartstikke donker. Ik kan nou toch nu opstaan. Wel, nee, het zal wel een vergissing wezen. Toch even kijken hoe laat het is. Wat hoor ik nu? Ook wakker van de wekker. Ja, 6 uur. Dat ding maakt een lawaai. Zelfs de haan van de buurman wordt er wakker van. Nou, dan gaan we maar onder de lampetkan. Nou zeg, jij bent ook geen katje om zonder handschoen aan te pakken. Hé, Sintje, ik vroeg je wat. Krijg ik geen antwoord? We stelden ons aan elkaar voor, mevrouw. Nou, antwoord. Ja, ik en mevrouw. Ja, jij, ik vroeg je wat. Waarom stelde je hier zo gek aan? Nou, het kwam opeens over me. Ja, bij mij ook, mevrouw. Het kwam opeens over me. Floeps. Hups, jij de keuken in. En jij weer gaat mee naar binnen. Mevrouw. Dag, mevrouw. Heb jij een vogeltje onder je hoed? Vogeltje? Vogeltje onder mijn hoed? Ik heb nooit een vogeltje ontmoet. Oh, een vogeltje. Neemt u me kwalijk. Laat bij je handen zien. Maar zie je wel, vanmorgen is het schoon geboend. De inlichtingen van meneer de burgemeester waren in orde. Oh, fijn. Jij weet van aanpakken. Ja, mevrouw. Dat smerige jasje kan je hier in huis niet dragen, begrepen? Oh, ja, mevrouw. Zou u misschien... Wacht, dat spul! Van mijn sofa? Het spul van uw sofa, zeker mevrouw. Ik pak het spul van uw sofa. Die spullen hang je weg, begrepen? Oh, ja mevrouw, die hang ik weg. Op de kapstok in de hal mevrouw. Zo. Nee. Hier blijven. Ja mevrouw. Die spullen hang jij in de kast van de werkkleding in de keuken. Zal Sintje je wel wijzen. Ja mevrouw. En daar hangt toch ook een grote, lange stofjas. Die trek je voortaan aan. Ja mevrouw. En als je hier binnenwerk hebt, dan trek je het gestreepte jasje aan, begrepen? Ja, zo. En nu je werk voor vandaag. En nu mijn werk voor vandaag. Om te beginnen. Matjes en kleedjes kloppen buiten. Matjes en kleedjes kloppen buiten. Ik zal het niet binnen doen. Oh.
Dan de gang dweilen. Ja, mevrouw, dan de gang dweilen. Mattenklopper, stoffer, emmer en dweil vind je allemaal in de werkkast. Ja, in de keuken. Zeker wel. Daarna, als je dat gedaan hebt, leg je de matjes en de kleedjes weer op hun plaats. Leg je de matjes en de kleedjes weer op hun plaats. Dan neem je de buitenstoep mee. Die is me te zwaar, mevrouw. Dweilen. Oh, dweilen. Ik neem hem mee, mevrouw. En dan krijgt u... Dan krijgt de keukenvloer een beurt. Wie krijgt er een beurt? De keukenvloer. Oh, de keukenvloer. Ja, de keukenvloer krijgt een beurt. Eén. Daarna, als je daarmee klaar bent, ja, dan begin je aan de ramen buiten. Aan de ramen buiten. Spons, zeem, emmer en hele mikmak wat je nodig hebt, dat vind je in de werkkast. In de kast. En de ramenspuit vind je in de schuur buiten, in de tuin. In de kast, schuur, spuit, schuur. Nou, en daarna is het wel zo'n beetje tijd dat je een hapje kan eten. Sientje geeft je wel een hapje in de keuken. Haha, verrukkelijk mevrouw. Dat zal er best ingaan. De vonken zullen eraf vliegen. Nee, niet zo overijld. Wij zijn nog lang niet klaar. Nog lang niet, mevrouw. Na het eten begin je aan de ramen binnen. De ramen binnen. Begin maar met de ramen in de keuken. Ja, mevrouw. En dan hier de ramen binnen. Dan hier de ramen binnen. Ja. Maar hier binnen kan je pas aan het werk gaan vanmiddag als ik de deur uit ben. Begrepen? Ah, ja, maar weet je me niet bang dat ik de spons over je gezicht zal halen? Ik kijk wel uit. Niet mevrouw. Jij bent een zot kereltje. Ja, nou ja. Denk erom, ga dan maar aan het werk en niets vergeten. Nou, mevrouw, niks hoor. Ik heb alles op een rijtje zitten. Je zult niet over me te klagen hebben, hoor. Mevrouw. Oh. Nee, piep, ik wou dat dan gewoon. Als ik geen honger had, dan zou ik het van het luchtje krijgen. Wat ben je dan voor het lekkers aan het prepareren? Nou, blijf jij maar zitten. Hoe is het, Sintje? Komt er nog wat van? Kwartier geleden heb je de tafel al gedekt. Ja, ik ben klaar, mevrouw. Nou. Ja, zet u dat wel. Die keuken mag ook wel eens gewit worden. Ja. Dat kan ik ook, mevrouw. Nee. Ja. Dan nemen wij een vakman voor. Anders wordt het één grote knoeipartij. Ja, natuurlijk. Maar wie? Nou, dat is de meneer Piet van Dijk. Dat is een vriend van me, ja. Mevrouw, dat is geweldig en authentiek. Oud en nieuw, weet u wel. Die heeft veel met de deftigheid gewit. Van Dijk, ja. Lijkt me wel een betrouwbaar manneke. Ja. Nou, goed. Ja, als het schaft uit is, loop ik straks wel even bij me langs. Nou, vertel hem wel dat er haast mee is. Ja. Veel haast. Goed, vertel het hem maar. Hij zegt mevrouw, ik zal het vertellen. Dan mevrouw, eet je smakelijk. Ze is weg. Ziezo, dat is klaar. Jongen, nou dat ziet er voortreffelijk uit. Zeg, kijk eens even. Gebakken aardappeltjes, prinsessenbonen, een biefstukje. Heel hoor. Afbleven, dat is voor mevrouw. Wat denk je eigenlijk wel, zeg? En ik dan? Nou, voor jou staat op het fornuis een hapje. Het kliekje van gisteren, het personeel eet altijd kliekjes hoor. Smaken ook best goed. Kliekje van gisteren. Smaken ook best goed, kliekje van gisteren. Hier noemen ze een kliekje, ik kan niet eens zien wie dit is. Een hoop huzzelde frizzelde elkaar. En een paar hele kleine stukjes vieseltjes vlees erin. Nou. Het smaakt nergens naar. Maar toch ook niet slecht. Ja. Beter wat dan niks. We zullen het ons best laten smaken. En daarna het eten onmiddellijk op. Nappiet. Maar moet dat dan meteen?
Ja, ze zei dat er veel haast, erg veel haast bij was. Dus ik zei, mama, dat ik erheen ging. Het is nogal een lastige tante. Ja, en bovendien, je hoeft me niet van dankbaarheid meteen om de hals te vallen, hoor. Gisteren sta je me nog te verkondigen dat je geen staven kon verdienen. Nou ja, dat was ook zo. Nou dan. Ja, maar nou heb ik toevallig wel bezigheden. Oh, nou goed, en niet? Ja, niet? Nou ja, moet je horen. Je moet me niet in de war maken. Ik moet me helemaal omschakelen. Omschakelen? Omturnen? Naar de burgemeester en dan moet de duivertil nog... Wat sta je nou te prevelen? Ik sta niet te prevelen. Ik moet een beetje mijn werk regelen. Ik sta erover na te denken hoe ik dat allemaal klaar krijg. Doe je dat maar onder het witte. Nou ja, goed zeg. En dan moet ik trouwens alles nog opzoeken. En dan moet ik het op het karretje zetten. Ik kom wel over een half uurtje. Ga ja maar. Oké, ga maar. Nog erg hartelijk bedankt, hoor. Hey, oh ja, zeg, dat zal ik helemaal vergeten, mijn dankbaarheid. Ja, mijn dankbaarheid had ik helemaal ingeslikt. Oh ja. Moet je gaan? Nou, graag het even kunnen. Oh, wacht even. Even een vuurtje. Eén, twee, drie, vuur. Je kan me nog maar in de fik te steken. Ja, zeg maar alsjeblieft, een plezier. Zorg dat je met die kleding zo meteen met de bar met het meebeen. Want anders zit er helemaal in de boot en er komt helemaal niks van terecht. En de zaken niet aangeklaard. Ga nou maar, ga nou maar. Over een half uurtje kom ik wel. Ja, dan kom jij wel. Over een half uurtje. Ja. Nou, eens even kijken. Het karretje oplaaien en dan hup naar mevrouw Dokterhops. Voor jou. Voor mij? Ja. Oh, wat? Waarom? Nou, gewoon voor je kamertje. En omdat we goede vriendjes moeten worden. Oh, dat zijn ze mooi. Ja. Dat is toch wel ontzettend aardig van je. Ja, maar van binnen ben ik ook aardig. Ja, maar van buiten ben je een heel gek vriendje. Wat is de buitenkant? Ik zal ze gauw in het water zetten. Ja. Oh, wat zijn ze vers? Nou, versen kan niet. Hoezo? Ik heb ze net in de tuin geplukt. Hier? In de tuin van mijn vrouw? Oh. Oh. Ik vond het zo lekker dichtbij. Oh, vergaar. Hoe kan je dat nou doen als mijn vrouw dat merkt? Oh. Wat doe je nou? Nou, als mijn vrouw dat merkt, dan komt de grootste hemel van. Nou, er staan er toch nog genoeg in de tuin? Hier, goede daden worden zelden beloond. Ga je nou maar aan je werk, hè? Wat moet ik? Nou, luister nou, mevrouw heeft gezegd dat je de loper en de kleedjes van de overloop boven moet kloppen. Ja, en nou, doe dat nou alsjeblieft. Hoef je er niet zo aan me terug, hè? En de bloemen, gooi die nou ver weg, dat als mevrouw komt, dat ze niets ervan kan vinden, ja, nee, alsjeblieft. Ja, nee! Kijk, Jean? Ja! Jean. Ga je er niet uit? Ja. Kom maar. Ik dacht dat ik in de hal was, maar ik stond in de kast. Nou ja. Ga dan maar. Ik dacht, ja, ik ga wel. En, nou, laat maar. Jammer, toch wel. Ze zijn toch wel erg mooi. Saartje, je bent gisteravond zeker een beetje naar waar geweest, hè? Hoezo, meneer? Nou, ik vroeg je of je de binnenvoering, hè? Ja, van uw Colbert wilde maken. Nou, dat heb ik toch gedaan. Nou ja, weet je wat je nou gedaan hebt? Moet je eens kijken. Nou heb je ook de buitenzak heb je dichtgenaaid. En er zat net een belangrijk stuk voor de veldwachter in. Oh, nou begrijp ik waarom u het me daar niet kon geven. Ja, natuurlijk. Oh, vreselijk, meneer. Ja. Maar doe uw jasje maar even uit, dan zal ik het even lostornen. Hoe kan ik nou zo dom zijn? Och, Saartje, die vraag stel ik me ook zo vaak, hè. Oh ja, veldwachter, als je Sieber tegen het lijf loopt, vraag dan of die direct even langs zal komen, wil je? Sieber, meneer? Ja? Meneer. Waarom moet Sieber bij u komen, meneer? Jij bent niet nieuwsgierig, maar je weet graag alles, hè. Maar meneer, ik kan toch zwijgen als het graf? Goed. Ik zal het je zeggen. Maar het blijft onder ons, veldwachter. Het is toch ambtsgeheim. Denk daar wel aan. Ja, meneer. Wat is het, meneer? Wat is het? De gemeenteraad heeft gisteren in geheime vergadering besloten... Ja. ...heeft besloten, Swiebertje... kandidaat te stellen voor de functie van lokaal burgemeester. Oh, je... Haat! Sst, veldwachter toch? Ja. Saartje, mijn jasje krijg ik straks wel. Hm? Ja, meneer. Wat
kan niet. Dat kan niet. Heeft Siebertje weer wat uitgehaald? Dat kan niet. Wat kan niet? Oh, Siebertje kandidaat stellen als loco-burgemeester. Dat is allerbelachelijk. Nou, waar maak je dan zo druk over? Misschien heb jij je wel belachelijk gemaakt met je nieuwsgierigheid. Ik? Ik mag dus zeker wel aan de hele achtbare vragen waarom Siebertje hier moet komen. Had het dan aan mij gevraagd? Ik had het wel geweten. U? Waarom ben je verzuidje? Hij moet de fiets van meneer schoonmaken. Is dat alles? Nou, dat vind ik maar een heel flauw grapje, juffer Zuidje. Nou, ik niet. Dat gezicht van jou was alleen al een daalde waard. Maar je gaat het Siebertje wel zeggen. Van dat grapje? Ja, ik kijk wel uit, juffer Zuidje. Nee, niet van het grapje. Of je even langskomt. Oh, nou. Zal vanmiddag wel even naar de villa toe gaan. Kijk eens. Mij? Ja? Dat is tenminste een leuk grapje, juffer Zuidje. Dank u wel, juffer Zuidje. Oh, bijna een botsing, Eduard. Dag mevrouw, meneer Veelwaarde. Ja. Zo. Ja, rustig blijven, rustig. Mijn naam is Van Dijk. Oh, ben jij nou Van Dijk? Ja, ik ben aan het booien om hier de keuken te wittelen. Oh, binnen. Zeg maar, je hebt toch geen vuile voeten? Nee, ik heb vanmorgen nog net een voetbadje tegen de griep genomen. Ja, ik weet het. Hier is een matje. Voeten vegen, want ik heb de boel net schoongemaakt. Nou, kijk nou maar uit. Ik zie jullie dadelijk wel. Ja, ik zie je dadelijk wel. Kijk, nou hoor, is het een aardig meisje. Ja, maar je moet het niet tegen de haren instrijken, want er steeds de klauwtjes uit. Zie je wagentje al even uit te laden? Ja. Hallo, Jaco. Ja, hij wou zo graag mee. Nou ja, dat is toch gezellig. Nou ja. Hups, ik ga hier, daar gaan we. Oh, dag mevrouw. Neem je niet kwalijk, mag ik u even voorstellen, Piet van Dijk? Zo. Ja, hij niet, maar hij. Sorry. Hier, ga jij met de vader. Hij komt de keuken witten. Ja. Ja. Dat is goed. Ja. Ach, let u maar niet op mijn vriend, hoor, mevrouw, want alleen mijn intimiteit en noem me malle Pietje. Ja. Zo, Van Dijk, het is goed. Ja, fijn. Als je klaar bent met de keuken keurig achterlaten. Vanzelf, ja, hoor, ja. Ja, ik zal hem uit hier meenemen, hoor. Goed, hoor. En bedankt voor de klandizie. Ja, ja. Ja, mevrouw. Hop, zeg even. Keuken in, rechtsaf. Dit is de keuken. Oh, jij zegt het. Oh, praat jij nou geen onzin, dan gaan ze aan je werk. Mevrouw, nou, mevrouw, weg is, moeten de ramen in de salon gezet worden. Vooruit, mannetje, dat zijn je spullen. Hé, hey, heb je het gehoord? Fort heb je de kleedjes geboomd, fort heb je de ramen geboomd, fort heb je de ramen geboomd. Jongen, praat nou geen onzin, dan ga je nou eens aan je werk. Ja, nu zeg, wij even mee meenemen met de gezeur. Ik begin al. Oh, is het altijd zo'n kletskous? Nou ja, oh, wacht even. Hij herinnert me eraan dat ik mijn hoed af moet zetten in deftig gezelschap. Maar nou, hij is mee van de gezellige juffrouw. Ja, hij is eigenlijk net een hond, hè? Oh, wacht nou, stil nou. Heb ik je beloofd om stil te zijn? Ja, hij is net een hond. Hij kwispelt met zijn staart. Hij is altijd blij als je je ziet, hè? Nou, genoeg gepraat, juffrouw. Kom, we gaan naar de slag. Het werk. Ja. Nou, ik zou zeggen, als we dat af... Hoi, als we dat af kunnen dekken, hè? En als we dat af, blijf je zo. Er overheen, zo? Ja. Verhip, dat lag wel de stalmeester van de koningin. Ik kom een dierbare tante weer eens opzoeken. Je tante? Oh, meneer, wat jammer. Mevrouw is net een kwartiertje geleden uitgegaan. Och, toch niet voor altijd, hoop ik, hè? Nou, dat hoop ik ook. Of niet? Of wel? Die meneer. Nee hoor, ze komt heus alweer terug, maar het kan nog wel een klein poosje duren.
Nou ja, zeg, maar zorg jij dan dat ik je die tussentijd niet uitdroog, hè? Zet een, laten we zeggen, een lekker kopje thee, hè? Ik kruip wel in de salon. Nou, vooruit! Water opzetten. Oh, die treinreis heeft me uitgedroogd. Hela, nog meer bezoek. Snuitertje, snuitertje, wat voer jij hieruit? Van alles meer. Ramen zijn mijn vloertjes wassen, matjes kloppen, kliekjes eten en de ramen zijn daar ben ik daarmee bezig. Oh, zo gezegd een manusje van alles, nietwaar? Pardon meneer, ik wil een zwiebertje van alles. Pardon? Een zwiebertje van alles. Ach, Deuterhops. Philibert Deuterhops, een neef aan vallen. Een prop vallen zeker, een logier zogenaamd. Nee, nee, zomaar een kort zakelijk bezoekje. Maar laat ik je niet van je werk houden, vriend. Heb je elders in huis niet iets te doen? Elders? Ja. Oh, ik bedoel zeggen van, je kunt wel opbeduvelen. Nou, dat doe ik het op meneer, dan ga ik ergens anders doen. Alleen kan ik mijn spullen hier even laten staan. Je laat maar, snuitertje. Je laat maar. Je laat maar, snuitertje. Is dat lekker een schoentje, meneer? Ja, fijn. Dank u wel. Uitverkoop? Nou, dat niet bepaald, nee. Neem me niet kwalijk, mag ik binnenkomen? Nou, als de joffer het goed vindt. Hé, hey, ben je nou ook aan het ramen wachten? Ja, meneer de propvolle neef. Die had opeens watervrees. En of ik misschien wat elders in het gebouw of in het pand iets kon gaan doen. Hé, hey, gaat dit, Piet? Ja. Je hebt wel een hoge baar vandaag. Hé, hé. Hé, niet doen, jongens. Is het een wipperig ding? Nou, mag je me niet ongerust, hoor. Ik ben zuinig op je. Ja. Gaat dit? Ja, als jij je van afvalt, gaat het wel. Ja. Oké, okay, voor elkaar. Zo, dat is klaar. Wat ga je doen dan? Nou, dat ga ik naar binnen brengen. Nou, je zegt het of je in een wilde leeuwenkooi moet binnengaan. Nou, zeg. Kijk, meneer Philibert is wel aardig hoor. Ja. Mijn mevrouw vindt het nooit zo leuk als hij op bezoek komt. Nou, lekkere tante komt je neef op visite om te komen verwennen. Verwennen zei je toch, hè? Hm. Nou, hij komt alleen maar als hij geld nodig heeft. Huh? Heb ik laatst gehoord van de eerste meid. Ja. Waarom mag jij het? Waarom maak jij je dan zo zenuwachtig? Nou, ik breng dit blad wel even naar binnen. Oh, poes, zeg, dat kan ik zelf ook. Dat kan me niet schelen, ik heb het toch niet te doen. Laat mij maar even gaan. Deur open en dan kan ik even... Oh, hop, zeg maar, hup. Ja, dat groeten. Nou, het is niet voor de poes, die zien er goed uit. Goeie boterkoek. Oké. Okay. Kijk meneer, uw thee. Zo. Ja, alsjeblieft. Snuitertje komt me thee brengen, hè? Pardon meneer, ik wil geen snuitertje, maar zwiebertje. En ik noem je snuitertje. Oh, ja. Zeg vriend. Ja. Lust hij een koekje? Nou, graag meneer. Hartelijk dank. Zeg nou, nee, dank. Thee voor u inschenken. Nee, laat maar, dat doe ik zelf wel. Ga maar weer weg. Zwieber, snuiter. Wacht eens even. Ja, ik verveel me zo, hè? Tot je dienst hebben, meneer. Is Sientje in de keuken? Helemaal, meneer. Huil de deren. Samen thee drinken is gezelliger dan alleen, nietwaar? Sientje naar je toe sturen? Ja. Nou ja, en kom jij ook maar mee, hè? Oh, graag, meneer. En, Ja, ja, wat enne? Nou, mijn Piet zit ook in de keuken. Dat wil zeggen, Piet de Wit, mijn vriend, die is in de keuken aan het witten. Ah, nou ja, sleep hem ook maar mee, hè? Sleep hem ook maar mee. Voor me gaan, meneer. Of thee komen drinken in de salon. Wat? In de salon? Nee. Ja, vroeg. Jij ook, Piet? Hé? Ja, de thee drinken? Wel, nee, man. Dat kan ik niet maken, hoor. Want als ik ophoud, dan krijg ik vlekken. Ik blijf doorgaan. Trouwens, ik word niet betaald voor thee drinken en schuitje varen. Ja, op dag van meneer Philibert. Wat, opschieten. Vooruit, kom, hop. Oh, no. Ach, kom jullie toch binnen, kom jullie toch binnen. Ga toch zitten. Kom op, Sintje, ga zitten, meisje. Wat zit er? Hup, zit er. Wat leuk. Ja, zit er maar gaan. Zeg, snuiter, waar is die vriend van je? Hè? Nou, die weet van geen ophouden, meneer. Die gaat zijn gang maar. Ja, vanwege staat er alles vlek op het plafond komen weer. Ja. Nou ja, we kunnen het met ons drieën toch ook gewoon gezellig maken, hè? Ja, meneer. Nou, vertel eens, lieve kind. Wat is er nou aan de hand, hè? Nee, maar
Als mevrouw uw tante ons hier ziet, dat... Ach, lieve schatje, bemoeid. Tante Clementine zal het alleen maar op prijs stellen als ze hoort dat jullie haar arme neef gezelschap houden. En dan vooruit, kijk niet zo sip. Wacht even, hier. Hè? Neem een lekker chocolaatje. Oh, lekker is hij. Heerlijk, lekker, hè? Oh. Nou zeg, ik zal eens even een gezellig plaatje opzetten voor de stemming, hè? Ja, dat lijkt me ook. Dit lijkt me reuze leuk om dit te horen. Nou, daar gaan we, hoor. Ja, waar gaan we dit doen? Zo. Wat zal er liever wat zeer zijn? Zit er? Nee, meneer, alsjeblieft, even niet wachten. Ik moet ogenblikkelijk open doen. Nou, dan ga je ogenblikkelijk open doen. Oh, de veldwachter. Er is toch niets ergs gebeurd aan de vrouw? Nee, ik kom om een kereltje te spreken wat hier zou werken. Een zwiebertje, juffrouw. Oh, heeft toch niks ergs gedaan, veldwachter? Nee, helemaal niet. Maar ik heb wel een officiële boodschap van mijn edelachtbare heer, de burgemeester. Oh, nou wacht u even, veldwachter. Ga ik hem even roepen. Ja. Moment, hoor. Zwiebertje. Wat is er nou? De veldwachter is er voor jou. Of je komt... Veldwachter voor mij? Ja. Nou, snuit, dat je wat trekt hier weer een gezichtje. Alsof hij het in zo'n broekje doet, hè? Nee, zeg, laat dat maar aan mij over, hoor. Ik ben dol op geuniformeerde personages, hè? Zeg, ik haal hem wat binnen, hoor. Nee, maar een generaal op bezoek. Oh, welkom, excellentie, welkom. Waarmee kan ik je van dienst zijn? Dat heb ik het dienstmeisje al gezegd, meneer. Ik kom voor een zwiebertje. Ik heb een boodschap voor hem. Oh, snuitertje heeft het een en ander uitgespookt. En nu komt de generaal hem in zijn kraagje vatten, nietwaar? Helemaal niet, meneer. Ik heb een boodschap van mijn edelachtbare heer, de burgemeester. Nou, maar dat is wat anders. Dan bent u van harte welkom. Hoe meer zielen, hoe meer vreugd, generaal. In de houding, mensen, in de houding. We krijgen een generaal op bezoek. Gaat u toch zitten, excellentie? Doe jij hier? Nee, maar de generaal en snuitertje kennen elkaar. Ze tutoyeren zichzelf. Nou, daar moet op gedronken worden. Ja. Zo, tante heeft altijd een heerlijk wijntje hier staan. Dat zullen jullie ontzettend lekker gaan smaken. Kijk eens even. Oh, dit is niet te geloven. Ik dank het. Sintje, mijn lieve. Snuitertje. Dankjewel, broer. En nu, mensen, de glazen heffen op onze nieuwe gast, mon général. Mon général. Nou ja, ik moet meer stemming hebben, mensen. Meer stemming. We moeten een feestje maken. Nou ja, daar is deze muziek dan ook wel niet geschikt voor. Ik ga even een nieuw plaatje opzetten. Ja, een nieuw plaatje. Wat voor een nieuw plaatje, meneer? Nou, daar gaan we dan, jongens, met een heerlijk plaatje. Kijk, daar komt-ie. Ja! Ja, mijn heren, de beentjes van de vloer. Kom op, snuitertje, blijf niet zitten. Ga je staan en gezellig een dansje maken. De benen van de vloer. Dat is goed van die meneer. Ja, leuk. Nou, dat is een dolle voel daar, zeg. Zwiebert heeft het zeker weer op zijn heupen. Moet je horen. Jongen, allemaal lichtzinnigheid. Nou, dat is toch om je ondergang vragen, Soffert? Nou, moet hij weten ook, hè. Jongen. Ah, de beer is weer los, hoor. Dat moet botsten. Hoor eens even, nou het hele huis dat remmers in elkaar. Nou, van mijn part, ik wil er niks mee te maken hebben, hoor. Ik ken ze niet. Zo mal ben ik nou ook weer niet. Of je hebt je door deze lieden op sleeptouw laten nemen. En wat zie ik daar? Een veldwachter. Ja, de veldwachter. Een gezagsdrager. Ja, het gezagsdrager. Een gezagsmisdrager. Ja, een gezagswandragedrager. Ja. Rustig maar. Uit mijn ogen. Uit de ogen. Vooruit. Je moet samen hebben. Wacht. Hier, is geen mes. En haast je. Ja. Mijn huis uit. Ben weg.
En jij met jouw mooie praatjes en je getuigschriften. Jij met je mooie babbeltjes. Vooruit, ik wil je niet meer zien. Weg! Uit mijn ogen, uit mijn huis! Mevrouw, het was echt de bedoeling niet. Ja, hup! Ja, hup! Wegwezen! Nou, hup, weg! Zo! Nou! Ben jij nu nog niet weg? Nee, ik ben nog hier. Nee, ja, ik ga al. Vreselijk is het. Nou, wat gezellig een boel is het hier, hoor. Oh, wat is het hier gezellig. Jacco, ga naar boven. En ik ben mijn ontslag kwijt. Ik bedoel, ik heb mijn ontslag gekregen. Ja. Ik weet ook niet meer wat ik het zoeken moet, hoor. Nee, nou, ik had niet anders verwacht. Het zet er helemaal in. Wat zet er nou in? Is het niks in? Dat is je lichtzinnigheid, ja. Man. Dat is om je ondergang vragen. Jongen, ja. Jongen. Je kameraad nog een schop nageven, hè? Dat ken je. Gezellig ben je, hoor. Nou, alsof het mijn schuld is, je vindt er met aan hem. En zit jij nu niet te grinden, die donderbui die gaat zo over. Mag je er niet te sappen voor jou? Jij kan het toch ook allemaal niet. Ik weet het. Moet je er niet eens zitten. Ja, zie je nou wat je aangericht hebt? Ja, weet je wat jij moet doen? En mevrouw Deuteroms gaat degene nog een wit voetje halen. Bezioor! Nee, zeg. Ja, meid, kom hier wel, mijn fiets. Ach ja, meid. Ach, dat is niet zo erg. Het is een aardige jongen en een beste kameraad. Hij meent het niet zo. Ja, dat geloof ik best, want hij had vanmiddag bloemetjes voor me gekocht. Nou, kijk eens aan, zo is die. Jawel, maar hij had ze de tuin geplukt. Ja, nou, zo is die nou ook, hè? Ja, waarom zou je nou van ver halen als je het dichtbij kan krijgen? Ik heb er alles van gehoord. Mevrouw Deuterops heeft me over het geval gebeld. Dat ze zeggen, meneer, ik... Ja, ik spreek veldwachter. Verexcuseer, pardonneer, meneer. Ja. Haal jij in je kwaliteit van dorpsveldwachter wel meer dergelijke grapjes uit? Maar meneer, het was geen grapje. Oh, het was je volle ernst, veldwachter. Nee, meneer, dat ook niet. Maar die volle neef van mevrouw Deuterkom, die troonde me ineens de salon binnen. En voordat ik het wist, meneer, was het... Vloep! En dan gingen de beentjes van de... Oh, pardon, meneer. Hé, meneer, u moet de veldwachter niet langer plagen. Ja. Gevoelig vrouwenhart krijgt weer medelijden, hè? Swieberwaas is hier geweest en als ik hem mag geloven... En u geloofde, meneer. U hebt het zelf gezegd. Ja, ik geloof hem. De zaak is heel duidelijk. Ja. Mevrouw Deuterops heeft nogal een levenslustige neef en die... Ja, meneer, zo is precies, meneer. Eerlijk waar, hoor. En toen dacht ik, nou, mijn veldwachter mag toch ook wel eens een verzetje hebben, meneer. Nou, en eerlijk gezegd, meneer, het ging in alle eer en deugd, hoor. Eerlijk waar, meneer. Nou, dat is alles, meneer. Goed, wees voortaan in elk geval een beetje voorzichtiger, veldwachter. Ja, meneer. En sla zulke uitnodigingen liever af. Ja, goed begrepen, veldwachter? Ja, meneer. Goed zo. Ga nu maar naar huis toe. Dank u wel, meneer. Goed. Heel lachbaar, hè? Veldwachter. Oh, Saartje, ik heb vanavond met mevrouw Deuterhops afgesproken en wil ik graag een bloemetje meenemen, hè? De vergulde pil smaakt altijd bitter. Smaakt altijd lekker, hè? Dat bedoel ik. En kun jij er dan voor zorgen, Saartje? Nee, meneer, de kwekerij is al lang dicht. Oh, wat jammer. Nou ja, volgende keer beter. Wacht, meneer, een ogenblikje. Is dat een prachtig boeket? Oh, maar die heb ik nog helemaal niet gezien. Waar haal je die vandaan, Saartje? Van Subertje gekregen, toen u wou spreken. Ah, en wil je die missen? Het is toch voor een goed doel, meneer? Nou, pak ze er maar mooi in. Hè? Ja, ogenblikje, breken. Ja? Oké. Okay. Ah, mooi. Die neem ik graag mee, Saartje. Ja. En bedankt, hoor. Ja, meneer. Ik zal ze prachtig inpakken. Oh. Ze zijn prachtig. Maar Sieber zal heus niet boos zijn. Dit was wat het ervoor voor zijn belang. Ja, burgemeester, nu achteraf. Nu kan ik er alle begrip voor opbrengen. Meneer Philibert heeft me alles nog eens precies uitgelegd. Aardige sportieve jongen. Heeft helemaal de schuld op zich genomen. Maar kijk, een volwassen man als Swiebertje moet toch wel begrijpen dat ik hem niet betaal om danspasjes te maken, maar om te werken. Ach, het is allemaal zo spontaan gegaan. Spontaan? Maar ik verzeker u dat hij dat verloren uurtje dubbel en dwars zal inhalen. Inhalen? Maar u gelooft toch zeker niet dat ik hem weer... Ik hoop dat u hem weer een kans wilt geven, lieve mevrouw Deuterhops. Misschien heb ik hem een beetje overhaast zijn ontslag gegeven. Wat is er, Sientje? Waar kan ik de bloemen zetten, mevrouw? Nee, laat ze hier maar mooi staan. Ze staan hier uitstekend op de ronde tafel. Een echt blij voorjaarsboeket.
prachtig. Ik hou toch zo van narcissen. Precies dezelfde heb ik ook in mijn tuin. Ja. Ik zal u niet langer houden. Een kwestie als deze, even onder vier ogen met elkaar uitpraten, werkt meestal verhelderend. Ach, meneer de burgemeester, ik was eigenlijk al lang weer over mijn boosheid heen. Toen mijn neef me alles rustig uitgelegd had en nu die prachtige bloemen. En mag ik Zwieberman laten weten dat hij morgen weer komen kan? Akkoord, burgemeester. Vertelt u het hem. Ik zal persoonlijk contact met hem opnemen. Tot weerziens, lieve mevrouw Deuterhops. Tot ziens, burgemeester. Prachtig, die bloemen. Precies dezelfde narcissen heb ik in mijn tuin. Aardige, correcte man, de burgemeester. Ja, kindertjes, uit is de pret. Ik ga er weer vandoor. Vanavond allemaal zoek naar bed. En nu tot weerziens hoor. Dag Zwiebertje. Dag kindertjes. Dag Zwiebertje. Dag kindertjes. Tot weerziens.